denk ik, in de omgang met elkaar. Ik merk dat er een hele vriendelijke, gemoedelijke sfeer hangt. En dat is naar mijn idee wat je als christen uit wil stralen. We hebben als CRE ook een hogeschoolpastoraat. Die kan je terecht mee vragen over het geloof, over zingeving. Ik heb even kort gesproken met Nico van der Voet. Ik heb hem gevraagd, vertel eens kort, hoe zie jij het christelijke geloof en de christelijke identiteit op deze school terugkomen? Mensen hebben in hun leven zingeving nodig, die hebben in hun leven perspectief nodig en die hebben verbinding nodig. En of we dat nou proberen tot stand te brengen via sociaal werk of via de PABO of weet ik het wat, dat zijn de dingen waar mensen mee bezig zijn. En de christelijke identiteit is dan dat we dat koppelen aan geloof, hoop en liefde. Zoals we die in de christelijke traditie altijd verwoord hebben. En zo proberen we de levens van mensen te verrijken. Als het gaat over betekenis, perspectief en verbinding. Ik vraag me toch ook wel af hoe andere studenten op de CRE dit zien. Dus ik ga het ze vragen. Hoe zie jij de christelijke identiteit van de CRE terug? Fijne sfeer, de eerlijkheid en de mooie mensen. Ja, het is een hele fijne school. Je merkt het toch wel bij de docenten en bij de medestudenten. Iedereen een bepaalde mentaliteit, een bepaalde visie heeft. Dat het gewoon een hele fijne plek maakt om te studeren. Ik merk de christelijke identiteit op de CAE doordat iedereen heel open is naar elkaar. Je kunt echt met iedereen het over van alles hebben. Zowel over je christelijke achtergrond als over andere onderwerpen. En dat vind ik heel fijn aan de CAE.